FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Intex Store. Wim Jonk, 3-4 nederlaag tegen Roda vanmiddag. Volendam die leek zich de hele wedstrijd niet echt raad te weten met het spel van Roda. Hoe kan dat? Nou, hoe kan dat? Ik denk dat Roda de eerste fase scherper begint dan wij. Dus die hebben veel beweging en veel dynamiek de eerste 10 minuten. Ja, daar waren wij leek het een beetje door verrast. Maar dat kwam ook omdat we, als we de bal dan hadden, ook de bal vrij snel verloren. En dan help je een tegenstander ook in bepaalde ruimtes te komen. Nou, dat was zeker de eerste 10 minuten gewoon het geval. Daarna pak je het wat beter op. Heb je je positiespel wat beter op orde. Ja, en dan zie je ook dat je makkelijker gaat voetballen. En dan scoor je 2 goede goals. Kort achter elkaar. En daarna voel je eigenlijk dat je steeds meer grip krijgt en meer ruimte krijgt op het veld. Om eigenlijk dan ook de genadeklap te geven. Ja, dat hebben we nagelaten. En dan krijg je een doelpunt tegen die uit een corner, ja, die moet de keeper beter verwerken. Ja, en dan valt hij binnen. Ja, dan weet je dat je de tweede helft natuurlijk tegen een Roda die in een goede flow zit. Ja, dat je natuurlijk een pittige tweede helft tegemoet kan zien. Nou, dat hebben ze goed gedaan, Roda, moet ik zeggen. Dus wij kwamen er op een gegeven moment niet meer goed uit. Ja, en dan gebeuren er allerlei dingen die... dat heb je gezien met de scheidsrechter, met bepaalde beslissingen die genomen worden, met een hoofdwond. Ja, daar heb ik wel moeite mee, omdat natuurlijk gewoon de regels daar niet goed worden gehanteerd. Dat begint natuurlijk al gewoon bij een hoofdwond en dat je dan, de wissel stond al klaar. Ja, dan 2 spelers die tegen elkaar aanlopen, betekent gewoon een hoogtebal en niet een voordeel voor een van de beide partijen. Dus iedereen was een beetje verrast dat hij het spel nog liet gaan, want iedereen stond te wachten op de wissel. Ja, dat is natuurlijk een beetje, dat kwam heel slecht over. Eerste kwartiertje, 20 minuten hadden zij denk de overhand. Hadden het even niet onder controle, maar dan maken wij die 2 goals en dan voetballen we weer gewoon ons eigen spel. En dan begint het weer in de tweede helft hetzelfde als de eerste helft. Dan hebben we geen idee aan de bal. En ook zonder bal is het erg matig en dan moeten we analyseren. Ja, je zegt het al, jullie komen voorsprong op een gegeven moment. Ja, waarom is er dan geen rust in het spel? Ja, dat weet ik niet. Bepaalde keuzes aan de bal. Gaan we te kort spelen of een lange bal spelen als het niet moet? En we moeten die beelden maar terugkijken en kijken waar het mis is gegaan. Ja, even los van de wedstrijd. Mickey van der Ven was vanmiddag de aanvoerder. Van waar die keuze? Ja, dat vinden ze allemaal heel belangrijk om dat te weten, schijnbaar. Maar voor mij was het een hele simpele keuze eigenlijk. Omdat je op een gegeven moment ook iemand van achteruit, en zeker Mickey's ontwikkeling, vind ik daar belangrijk in. Om hem een stukje verantwoordelijkheid te geven. Ik moet zeggen, Boy heeft het al die wedstrijden goed ingevuld. En ik heb dat ook goed met Boy besproken. Dus dat was zo geregeld. Ja, Mulacheri die verliet geblesseerd het veld. Hoe is het met hem? Ja, moet ik zo nog even horen, maar ik denk dat het wel meevalt. Maar het zag er ernstiger uit dan het denk ik is. Ja, het was iets met zijn gebit. Ja, dus we moeten even goed kijken. Ik weet niet precies wat er aan de hand is.